Andre Brilliman seems to be a formidable opponent, and I'm more than happy to accept the fight. I hope he's in shape because he's going to need all the conditioning he could possibly get. He appears to be in shape, both in mind and body, but I like body. I like to hit people in the body. Nou, ik heb vreselijk veel van die man gehoord. Hij schijnt heel erg goed te kunnen boksen. Hij schijnt heel hard te kunnen slaan. Ik heb nogal een groot hoofd en ik denk niet dat hij daar doorheen kan slaan. Als hij me op mijn hoofd slaat, denk ik dat hij zijn handen gaat blesseren. Dat vind ik een hele mooie. Oké, nou ja, goed. And I hit him in the body and then I bring it to the head and I'm versatile. I like to kick, I like to punch, I like to pick up the knees, I like to block the knee kicks, I like to do everything. So, we're going to give you a hell of a show, I guarantee you. Friesveld, Soesterberg is niets bij landgenoten. Wij gaan kijken, luisteren en huiveren naar het World Welterweight Championship tussen Howard Jackson en André Brilleman. De twee hoofdrolspelers van vanavond, die vechten 12 ronden à 2 minuten. Ja, wellicht is de vergelijking met lanceerbasis Cape Canaveral wat beter, gezien het belang van deze wedstrijd. Twee vechters die volledig aan elkaar gewaagd zijn. Met in die ene hoek daar Howard Jackson, de man die al 2 jaar lang geen tegenstander meer heeft kunnen vinden. Niemand wil tegen hem vechten. En toen kwam André Brilleman. De Mean Machine heeft hij zijn bijnaam gekregen hier in Nederland. En deze Howard Jackson is een geweldige bokser. Wat gebeurt daar? Kijk eens eventjes daar. André Brilleman gaat meteen hard van start. Stoot hem neer. En neer gaat Howard Jackson, de grote kampioen. Kijk, daar gaat hij weer. Ja hoor. Op tellen. De man die geen tegenstanders kon vinden blijkt hier nu al in de eerste ronde ten prooi te vallen aan de geweldige rechtse directe van André Brilleman. Die meteen furieus doorgaat. Zal die kunnen gebruik maken van deze onverwachte neergang van Howard Jackson? Dat is niet verkeerd, hè? Zo meteen nee, de eerste paar seconden, zeg. Jojojoj. Nee. Dat is een hele fijne opening. Dat is een geweldige opsteker voor André Brilleman. En nu maar hopen dat hij kan door blijven gaan. Dat hij dat zwakke punt kan vinden in de verdediging van Howard Jackson. Maar deze ontzettend geroutineerde vechter zal zich niet zo makkelijk laten verschalken door Brilleman. Zodra Brilleman eraf komt, gaat hij laag duiken. Komt hij door zijn boksachtergrond. Weer het zogenaamde bobbing en weaving. Om dat doorduiken van die stoten. Maar meteen kan het Brilleman met die trappen naar het been. Kijk eens even, hier weer een. Gevolgd door een linkse hoek, die ook raak is. Nou, dat was wel niemand verwacht, zeg. Dit belooft wat, Fred. Ja, inderdaad. In de eerste ronde de seconde tikken nog nauwelijks weg. En hij pakt hem beter. Ja, weer een harde trap naar het been. Jackson die heeft toch erg veel gevochten in Japan. Hij heeft daar totaal 6 partijen gemaakt, 5 of 6 als ik me goed herinner. En alle partijen heeft hij gewonnen op knockout. En in Japan weten ze ook heus wel weg met die low kicks. Nou, dat was dan de eerste keer. Ik vind het lekker gaan, Fred. Als het zo doorgaat, dan geloof ik dat dit een hele veelbelovende partij wordt. Het is spanning en spektakel. Het is zeker uit mijn hoek gezien. Ik zit hier prima. Eens kijken of dat die tweede ronde dezelfde stormachtige begin zal kennen als dat die eerste ronde het had. André Brilleman is natuurlijk nu erg hongerig en erop gebrand om een snel einde deze partij te maken die over 12 ronden is afgesloten. Weer op zijn been. André Brilleman is een specialist op het trappen naar het been. Vooral in en uit bewegen, trappen, stoten. Dat soort dingen, dat kan hij razendsnel. Daar staat hij onbekend. Ze zijn beide erg energiek, hè, Fred, geloof ik. Ja, ze zijn verkeerde beide in topvorm. Weer die hoge schop van Brilleman.
Maar die Howard Jackson is niet mis, die gaat even goed de keer. Kijk eens even aan wat een stootserie. Maar Brilleman draait uit die hoek weg en weet een goede stoot. En traptechnieken te maken naar het lichaam en been van Jackson. André Brilleman is een tijdje eruit geweest. Heeft toen twee wedstrijden geleden zeg maar zijn comeback gemaakt. En is nu weer helemaal in de running voor deze wereldtitelgevecht. Je ziet hoe soepel hij beweegt, hoe goed hij wegdraait steeds. Want hij blijft gevaarlijk, deze Jackson. Dubbele stoten naar het lichaam, gevolgd door een hoek naar het hoofd. En break. Dus even kijken nu. Zo, Wieldra. Weer een naar het been. Daar blijkt toch Howard Jackson nog wel last van te krijgen. Weer eentje, dezelfde truc als net. Kijk eens even. Een rechtse schijnbeweging met het been gevolgd door een rechtse stoot. En dan een sherry. En neer gaat Howard Jackson voor de tweede keer. Nou, dit is echt een volkomen onverwachte wending van het gevecht. Niemand had dit verwacht. Je kunt wel spreken van een regelrechte sensatie, want deze man heeft al jarenlang geen partij meer kunnen vechten omdat er geen tegenstanders meer waren. En nu gaat hij zomaar eventjes tweemaal neer hier tegen een vechter in Amsterdam. Onvoorstelbaar. Kijk eens eventjes, hoeken, trappen, alles kan deze André Brilleman. En zelfverzekerd dat hij terug naar zijn hoek. Nou, ik hoop dat het zo doorgaat, Fred, want hier komen de mensen voor. Dit is wat ze willen zien, hè? Ja, dit is fantastisch. Hij zal nu wel wat opbouwende praatjes nodig hebben, deze Howard Jackson. Twee rondes en twee keer neer. Knap, hoor. De derde ronde in deze enerverende partij. Eerst worden de verplichte acht trappen weer gemaakt. Maar het leuke in deze wedstrijd is dat er goed getrapt wordt. Er wordt echt getrapt op raken. Kijk eens even, Howard Jackson weet dat hij achter staat en die gaat nu furieus naar aanval. Met scherpe stootcombinaties. André Brilleman laat zich niet overtuigd en countert hard terug. Het lage duiken van de Amerikaan heeft tot gevolg dat ze vaak in een clinchsituatie terechtkomen. En dat is wel jammer. Dan moet je ook vooruit kijken, want voordat hij tweede heeft hij een schop op zijn gezicht te pakken. Kijk eens even, weer bijna één. Het gevecht golft nu heen en weer. Maar toch een duidelijke, agressievere André Brilleman die het gevecht wel maakt en naar zich toe trekt. En Howard Jackson steeds in zijn achteruit winkt. Wat ze weer aan de been. Elke keer als deze Howard Jackson zijn been omhoog tilt, wordt hij geconfronteerd met een low kick van André Brilleman. En ofschoon hij in diverse interviews van tevoren heeft gezegd van dat hij donders goed weet hoe hij moet handelen op low kicks, hoe hij moet reageren erop, wat hij ermee moet doen, blijkt toch dat hij hier in totaal geen kaas van gegeten heeft. Een onschuldige valpartij. Weer een low kick. En steeds probeert deze Howard Jackson dichtbij te komen en dan zijn gevaarlijke en gevreesde stootcombinaties aan te zetten. Maar André Brilleman weet wat hij daarmee moet doen. Kijk eens even, jij zet hem vast. Een stootcombinatie weer. Hoek. Howard Jackson is niet zo eenvoudig te verschalken. Het lijkt ook of hij het allemaal in zijn eigen hoek wil laten gebeuren. Hè? De klappen vallen hoofdzakelijk in de rode hoek. Als ik het, wel ook. Het lijkt alsof André daarheen drijft. Misschien naast de meme-machine is André de drijver ook wel een leuke bijnaam, Fred. Ja, wie weet. Zeer energiek, hè? Alle twee toch ook. Die Howard kan ze goed hebben, hè? Jawel. Nou, beide hebben zich bijzonder intensief op dit gevecht voorbereid, hoor. André is al twee maanden lang hard bezig. Bovendien moet je niet vergeten, hij heeft nog wel aanzienlijk wat gewicht moeten verliezen voor deze partij. Oorspronkelijk was André een licht middengewicht. Hij was zo'n 71 kilo. En voor deze partij heeft hij liefst 4 à 5 kilo kwijtgeraakt. Hij was 66 kilo voor deze wedstrijd. En dat is niet mis. Een hele prestatie lijkt me. Dat is een hele prestatie. Dat betekent afzien en ontzettend hard trainen. Ik ben al 3 jaar bezig, Fred, om mijn buik eraf te krijgen, maar het lukt me van geen kanten. Dan ga eens een keertje kickboksen, wie weet. Ja, wellicht. Kijk eens even, een hoge trap van Brilleman en een serie stoten, daarna gevolgd door een low kick. Deze man kan combineren, dat is onvoorstelbaar. Achterwaartse trappen, voorwaartse trappen, het is onvoorstelbaar wat hij hier laat zien. Het lijkt alsof André Brilleman alles kan doen op het ogenblik. Je zou toch zo zeggen dat je enige voorzichtigheid en acht zou moeten nemen tegen een gerenommeerd kampioen als Howard Jackson. Maar André Brilleman heeft totaal geen respect voor de grote naam en faam die deze man door de jaren heeft opgebouwd. Hij blijft hem genadeloos voor zich uitdrijven en bestoken met low kicks, gevolgd door stoottechnieken.
En weer komt die Amerikaan te laag in. Ik betwijfel of deze beide vechters dit ongelofelijke tempo kunnen volhouden 12 ronden lang. Er moet een knock-out komen haast. Alhoewel, André Billman heeft al vaker laten zien dat hij tot ongelofelijke dingen in staat is. En van Howard Jackson weten we gewoon. Kijk eens even, een goede stootcombinatie. Die waren toch wel even raak hoor. Je ziet dat hij gevaarlijk blijft. 3 keer een linkse gevolgd door een rechts op het hoofd van Brilleman. En ook van Howard Jackson weten we dat hij een partij kan uitmaken. Hij heeft wel vaker 9 en 12 ronden gevochten en uitgevochten. Hij blijft een knockout in zijn handen beschikken. Zowel in het begin als in de laatste ronde. Nu neemt eventjes Howard Jackson het initiatief over. Hij gaat achter Brilleman aan. Die echt een goed counter achteruit vecht. En zich absoluut niet laat vastzetten. En elke keer als Howard Jackson laag inkomt, wordt hij genadeloos bestookt met die low kicks. En die low kicks die vragen hun tol. Want hoe meer je er krijgt op benen, dat wordt helemaal verlamd. Dat is een bijzonder onaangenaam gevoel. Het lijkt wel of het voorbij vliegt, hè, Fred? Inderdaad, de tempo is bijzonder hoog. Beide vechters geven alles. Er gebeuren ontzettend veel dingen. Helpen ze weg. We gaan zo alweer kijken naar de 4e ronde. En wellicht zien we daar een knock-out vallen. Wie zal het zeggen? En de Mean Machine die dendert genadeloos voort. Alhoewel die nou een beetje achteruit gaat. Kijk eens even, soepel wegdraaiend, zijn achttrappen maken, trappen naar de benen van Jackson. Je ziet dat Jackson langzamerhand wat moeilijker begint te bewegen op zijn benen. Hij danst niet meer zoveel als dat hij in het begin deed. En dat komt ongetwijfeld door de harde low kicks van Brilleman, die hij zowel links als rechts maakt. Weer eens. Kijk eens even, mooie voor mij. Aha. Ja, Jackson had het niet onbetuigd. Daar zijn de Amerikanen voor. Echt gelijk showies opgelost door Jackson daar. Het is knap. Hij wordt geraakt en toch werkt hij zichzelf er goed uit. Het publiek apprecieert dit ook. Linkse hoek, rechtse low kick. Een gepatenteerde combinatie. Maar de rechtse gevolgd door een linkse low kick. Elke low kick is raak. Ik verbaas me er eigenlijk over dat deze Jackson niks blokkeert. Hij zou toch beter moeten weten. Hierheen. En een linkse die doel treft. Maar dat lijkt me de bedoeling ook, Fred. Dat heb je heel goed gezien, had. Ik zou het nog niet durven zeggen, Fred, wat er gebeuren gaat. Nee, het blijft een verrassing met dit soort vechters. Vooral, het zijn beide topvechters en ze kunnen blijven gaan en ze blijven gevaarlijk tot en met de laatste minuut van de wedstrijd. Het lijkt wel of nu beide zich in enigszins gaan sparen. Want tenslotte zou het kunnen gebeuren dat ze allebei 12 ronden moeten vechten. En dat wil zeggen dat je een hele hoop conditie nodig hebt. Dit zou het energie sparen voor een volgende ronde kunnen betekenen. Dat denk ik wel. Hey, weer een harde low kick. Je hoort het gegil van het publiek. Het deskundige publiek mag ik wel zeggen, want de mensen hier in Nederland weten verduiveld goed wat het betekent om een harde low kick te krijgen. Hier wordt hier enigszins toegetakeld dat Jackson een beetje opgepept. Helpers door zijn helpers. 6e ronde. Dat zal hij ook wel hard nodig hebben, denk ik. Want hij staat nu een knap aantal punten achter. André Brilleman heeft zijn laatste partij ook op punten gewonnen. Toen vocht hij tegen een Thai. Wat overigens niet op WKA-regels was, maar op kickboxregels. Dit is de eerste keer dat André Brilleman op WKA-regels vecht. Maar het gaat hem prima af, zo te zien. En weer duikt de Amerikaan te laag. Je ziet het hoofd schudden van Brilleman. Ja, weer zo eentje. Dat zijn die combinaties waar Brilleman patent op heeft, hè? Die hoeken gevolgd door die lage trap naar het bovenbeen. Weer één, kijk eens even. Hij moet nu toch wel erg veel incasseren. Kijk eens, weer één. En allemaal op dezelfde plek. Helemaal getimed, precies uitgemeten, krijgt hij ze daar waar ze het meeste effect sorteren. En op de andere kant ook nog eens een keertje. Kan niet op. Ik
Ik zit een beetje te verbazen over de hulpeloze blik eigenlijk van de Amerikaan. Want hij schijnt er echt totaal geen raad mee te weten. De razendsnel in- en uitbewegende André Brilleman scoort links en rechts op de bovenbenen van Jackson. Of schoon hier een harde opstoot moest incasseren. Maar we kunnen wel constateren dat Jackson toch ook de ruimte laat om die low kicks te laten plaatsen. Ja, inderdaad. Hij loopt naar voren en laat André zodanig de ring benutten dat André die low kicks kan plaatsen. Normaal gesproken zou je zeggen van ja, snijd de ring af. Dat betekent dat je dus meer meebeweegt, maar dat doet hij dus niet. Hij is duidelijk niet gewend aan de technieken die André toepast. Nee, dat is niet meer zeker. Dat is een verboden handeling. Dit mag ook niet, wat hier gebeurt. De trap wordt gegeven aan de binnenkant van het been. Dat is bij het WKA-systeem verboden. En heel terecht geeft scheidsrechter Van Heumen hier ook een vermaning voor. Geen waarschuwing, want het was niet echt bewust expres gedaan. Dus dit kost geen punten? Nee. Het is een vermaning. En dat wil zeggen dat dus bij een volgende keer een overtreding en schending van die regels er wel een echte waarschuwing zou kunnen komen. En dan kost het hem wel punten. In ieder geval, Brilleman gaat onverdroten verder het hoofd en lichaam van Jackson te teisteren met stoten en traptechnieken. En de bel. Welverdiende rust voor de heren. We gaan al kijken naar de zevende ronde. We zijn over de helft ervan uitgaand dat er 12 ronden aan 2 minuten gevochten worden. En ik hoop met u dat we nog een paar ronden mee mogen maken van dit toch zeer boeiende gevecht, mag ik wel stellen. Dat kun je inderdaad wel zeggen, ja. Het is voor André Brilleman de eerste keer in zijn leven dat hij over deze 5-ronden-limiet heen gaat. Hij heeft tot nu toe altijd 5 ronden van 3 minuten gevochten. En nu is hij dus voor de eerst in de 7e ronde bezig van 2 minuten. Goeie trapaniek van Howard. Geraakt op de nieren van Brilleman. Meteen overgenomen door Brilleman. Weer een trapaniek die raak is. Een goed bewegende en kijkende Brilleman. Aha. Het been van Jackson begint enige zwakke plekken te vertonen. Dat doorzakken, dat is duidelijk een teken dat het been goed geraakt is geworden. Hups, kijk eens even aan. Dan zit hij erop. Ja, dat gaat toch pijn doen. Trekt door het hele bovenbeen, heb ik wel eens gehoord. Jazeker, dat is een gewaarwording die ik niemand kan aanraden om te krijgen. Nou, je kent het gevoel natuurlijk. Ik ken het gevoel, ja. Hierin, hij hangt een beetje moedeloos naar achteren. Kijk eens. Ik begin toch wel bewondering voor deze man te krijgen, want hij heeft doorgegaan. Hij krijgt ze flink, hè, mogen we stellen. Hij krijgt ze echt flink. Een normaal mens gaat lang neer op zijn benen als hij zoveel trappen zijn bovenbeen te verwerken krijgt. Maar hij blijft staan. Wat een fighting spirit. Hij staat nu echt een straatlengte achter de punt en hij zal het onder doen. Kijk eens eventjes. Ja. Een weer op dat bovenbeen. Het is ongelooflijk dat de man nog steeds staat. Het is inderdaad ongelooflijk. Kijk eens even, André Brilleman kan doen wat hij wil met hem. Als een willoze speelbal hangt hij in de touwen. Maar hij blijft gevaarlijk, hij blijft terugkomen. Toch moet André uitkijken met zo'n dingen. Je hebt vaak dat vechters te gretig worden als ze eenmaal een duidelijke overhand hebben en dat ze dan alsnog ten prooi vallen aan stoten. Kijk eens, weer een. Zijn benen staan nu dubbel, Fred. Jawel, hij begint er echt veel last van te krijgen. Zal dit het laatste rondje zijn, wat denk je? Ik weet het niet, het ziet er wel naar uit. Ik denk dat André het zal kunnen afmaken nu. Hoi, dat is jou. Ja. Kijk eens aan, hij is weer gered. Oh, kijk eens wat er gebeurt. De Amerikaan loopt naar de verkeerde hoek toe. Hij is helemaal de weg kwijt, letterlijk en figuurlijk. Ja, kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen? Daar leek het even een beetje op. Een welverdiende rust voor de heren weer. En als ik het zo zie, gaan we het toch nog meemaken, de achterronde. Hij geeft het er in ieder geval niet op. Dat vind achterronde. Ik het is een sportieve vechter, die Jackson. En hij staat meteen weer op en die zegt, waar staat hij? We gaan door. We lopen nog een stuk kwieker bij dan ik had verwacht. Nou, want ik zag de beentjes dubbel slaan net hoor. Ze staan nu nog wat uit elkaar. Kijk, zeer gevoelige plek geworden nu, hè? Ja, dat is ontzettend gevoelig. En André Brilleman is een echte killer wat al aan gaat. En die zal ongetwijfeld gebruik van maken. Kijk eens even, achterwaartse trap, cirkelende schop. Alles kan deze man doen vanavond. Dit is zijn gevecht. Dit is zijn wedstrijd. Hier heeft hij maandenlang voor getraind. En nu komt het eruit. Hoeken, opstoten, trappen naar de bovenbenen, naar achterwaartse trappen. Kijk eens even, zegt Jackson, dat kan ik ook. Toch wel geweldig knap van deze man, die ondanks de geweldige afstraffing die zijn bovenbenen te verduren hebben gekregen, toch weer steeds terug kan komen. Hij geeft het niet op, hij blijft gaan, hij blijft lachen. Nou ja, lachen. Het is meer een soort grimas die hij trekt. Van pijn? Ik weet het niet. Ja, André zei, ik heb een groot hoofd.
En hij kan makkelijk raken, maar dat is tot nu toe nog niet veel gebeurd. In die eerste ronde even. Maar het is toch voornamelijk Brilleman die het hoofd van Jackson raakt. Ja, dat kun je wel stellen. Het is ja, weer een. Brilleman dicteert het hele gevecht. Hij maakt het gevecht. Het is zijn gevecht. Hij is herenmeester in die ring. Ja hoor, hier een papiertje omheen, het gevecht gaan mee naar huis. Het is echt, zit er dik in, hè Fred? Ja, volgens mij kan het alleen maar aflopen in een knock-out als ik het hier zo van bekijk. Maar ja, het is altijd moeilijk. Dit soort mensen zijn niet voor niets wereldkampioen geworden. Deze Jackson die beslist over een ontzettende veerkracht. Je zag trouwens een goede nette stoot naar de lever. Een bijzonder zwakke plaat als je daar goed geraakt wordt. Spinning backfist. En dat scheelde trouwens niet veel. Of hadden we misschien hetzelfde gezien. Met O'Keubli, ja. Juist. Ik denk dat je zeggen wil, ja. Het leek er ook, maar het was hem niet. Het was hem niet. Gelukkig niet. Dat zou zonde zijn. Dat zou geweldig zonde zijn. Hij zal je toch meer uit moeten kijken met dat soort dingen, want voordat je het weet, loop je op een ongelukje en dan is het afgelopen met je wereldtitelaspiraties. Jackson is aangeslagen, hè, daar. Ja, het is onvoorstelbaar. Je kunt ook zien aan de blik van zijn ogen. Hij kijkt een beetje glazig voor zich uit. Die man staat op pure wilskracht nog te vechten. Zo. We hebben er toch al een heleboel op zitten. Dat is aan mijn manier wat hier gaat gebeuren. Hij strommelt echt naar zijn hoek terug. Wat zullen ze nu tegen hem zeggen om die man nog op te peppen? Wat kun je als helper nu nog zeggen om iemand nog te laten functioneren? Het ziet er nou uit dat het nog even verder gaat. Ik sta hier echt versteld van. Hij blijft terugkomen. Weliswaar wat minder kwiek als in de eerste paar ronden. Maar ook alle 18 andere Brilleman die toch blijft kijken. Steeds goed blijft kijken wat hij aan het doen is. Zich niet laat verleiden tot domme dingen. Tot overhaaste dingen. Kijk eens, pats op dat been. Weer op dat been. Ja. En hij weet het niet te verdedigen, hè? Jackson is het er niet gewend. Nee, ondanks zijn uitspraken in diverse, kijk eens even, weer een, in diverse publicaties waarin hij zegt van nou, ik weet wat ik moet doen tegen Logics. Ik heb in Japan gevochten, ik heb tegen mensen gevochten die er mee overweg kunnen. Is één ding duidelijk, daar heeft hij totaal geen kaas van gegeten. Want hij krijgt de ene oh, dan. Oh, daar gaat hij. Gelijk een lucifer. Dan moet er wel bij gezegd worden dat natuurlijk André Brilleman niet de eerste de beste is. Datgene wat hij doet, dat kan hij ook wel als de beste. Hier in Nederland is hij in zijn gewicht een van onovertroffen klasse. En ik kan nu alvast zeggen dat dit in de wereld ook is. Als het gevecht zo blijft doorgaan, dan kan er maar één ding zeker zijn. Dat is dat André Brilleman wereldkampioen wordt. En dat zou maar die Jackson nog wel eens vervelend kunnen vinden. Hè? Dat zal hij zeer vervelend vinden, want één ding is zeker. Als hij het gevecht zal verliezen, dan is het afgelopen met zijn carrière. En is het voorbij voor Howard Jackson. Dus hij zal er alles aan gaan doen om in die laatste paar rondes een knockout te forceren. Want dat is de enige manier op die hij nog kan winnen. Stel dat Brilleman wint, Fred, is er dan nog een kans op revanche of dan is het gewoon af? Ik neem aan dat Howard Jackson wel in zijn overeenkomst zal hebben laten zetten dat hij een revanche wil hebben. Of dat zal gaan gebeuren is punt 2. Dat kan Brilleman weigeren, eventueel. Dat denk ik niet. Dat zal hij ook wel doen ook. Hij zal ook wel, als de sportman die hij is, zal hij ook wel Howard Jackson de kans geven op een revanche. Ja, laten we niet vooruitlopen op zaken die we nog niet weten, Fred. Nee, dat is niet wat zeker. We hebben al vaker wedstrijden zien eindigen in de knockout in de 12e of 11e ronde. Dat kan altijd gebeuren. Denk maar eens aan een wedstrijd zoals Sugar Ray Leonard tegen Thomas Hearns. Nou, dat was prachtig, hè? Ja, precies hetzelfde. Oh, heb ik genoten, zeg. Ja. Oh, Jackson, dekt dat toch, want je had geen been over. Je ziet de moedeloze blik waarmee hij terugloopt en toch hij blijft door, hij gewoon doorgaan. Het is onvoorstelbaar. Ik heb dit zelden of nooit mee mogen maken. Hoor. Hier in Nederland hebben we nog nooit een partij over 12 ronden volledig uitgevochten. Het meeste wat we gezien hebben was een partij van 9 ronden. Nu zitten we in de ronde 10, hoor ik hier net, dus dit is eigenlijk een record. Nou, klein gokje, Fred. Ik denk dat dit de laatste ronde gaat worden, want dit kan niet veel langer meer duren zo natuurlijk. Het is niet te geloven. Ik kan me haast niet voorstellen dat de man nog langer kan blijven staan. Je moet je voorstellen dat die scheenbenen zonder scheenbeschermers als een soort boomstam dat bovenbeen terechtkomt steeds. Dat is vreselijk pijn. Hij komt nog terug ook, hoor. Hij blijft komen. Daar gaat hij. Dit tekent toch wel de grote klas die de man heeft. Ik begin me nu inderdaad wel in te zien eigenlijk waarom de afgelopen 2 jaar niemand tegen deze vechtmachine wilde vechten. Hij blijft komen, hij blijft gaan, hij blijft naar voren lopen en hij blijft trappen ook nog. Met zulke kapotgetrapte bovenbenen. Toch aan je benen een keertje omhoog kunnen tillen en een trap kunnen geven. Dat is toch wel grote klasse. Nou, die Logics weegt het been iets zwaarder, neem ik aan, Fred. Dan heeft het gevoel alsof je het echt 50 kilo weegt, het been. Oei. Hij blijft gaan. Maar kijk eens even naar die combinerende Brilleman. Hoe hij dat doet. Hoe hij beweegt.
10 ronden sta je daar, 20 minuten vechten, continu. Tegen zo'n tegenstander, dan zo kunnen bewegen, zo'n explosiviteit tentoonstelling kunnen stellen. Dat is echt grote klasse. Op dat been weer, links en rechtsom, doorstappen, zo heet dat dan in kickboksen. En die dekking die blijft hoog. Je ziet vaak bij vermoeidheidsverschijnselen, bij vele vechters, dat ze naar een aantal ronden hun handen laten zakken. Maar niet Brilleman, kijk eens even. Wat Jackson ook probeert, hij probeert het te ontwijken, te bukken en te duiken. Meteen volgt André Brilleman met die vernietigende low kicks. Hoek, low kick, daar gaat hij weer. Elke keer weer is het raak. Je hoort uit de hoek van Howard Jackson roepen, box him Howard, box him. Dat betekent gewoon dat men zegt van, ga naar hem toe en probeer met je handen het gevecht te beslissen. Want ook zij hebben gezien dat de enige manier waarop Howard Jackson nog iets kan doen aan deze... Is met armen, ja, duidelijk. Ja. De benen gaan nu niet meer omhoog. De benen gaan niet meer. En hij doet er niks aan, hè? Hij kan er niet sterker doen. Nou, dit gaat langer duren dan ik verwacht had, Fred. Ik hoop dat ik geen gedonder krijg met de parkeermeter, want hier gaat nog even in zitten. Kijk eens even. Ja, duidelijk. Ja. Het gaat nu wel een help eens weg. Trieste zaak worden voor deze Howard Jackson. Nog 2 ronden heeft hij de tijd om het gevecht in zijn voordeel te beslissen. Zal hem dit lukken? Ik kan het me haast niet voorstellen. Maar je weet het nooit. Je kunt het nooit zeggen met dit soort mensen. Dit soort oermensen die toch altijd weer uit hun diepste binnenste de kracht halen, de veerkracht halen om door te gaan. Om een partij te kunnen en proberen te beslissen in het laatste. Op het laatste nippertje. Weer dat been. Ja, zijn medestaatsburgers bedoelen het goed. En geef hem nog wat aanwijzingen hier, Fred, maar ik weet niet of hij ze nog navolgt. Oh, kijk eens. Kijk. Onvoorstelbaar. Weer één. Kijk eens, 3 tegelijk. Niet te geloven. Deze Brilleman die zelfs nog in de 11e ronde net zo fris en sprankelend staat te vechten als in de eerste ronde. En het befaamde dansje blijft maar doorlopen. Hij blijft bewegen, hij blijft gaan. Oei. Dat doet zeer. Dat is pijn. Maar kijk eens even deze Howard Jackson. Hij blijft staan, hij blijft kijken en hij blijft stoten. Ja. Je moet je eens voorstellen wat een ontzettende tol dat eist. Als je 10 of 11 ronden staat te vechten daar. En dat je dan nog zoveel kracht kunt putten uit dat lichaam. Om nog hard te kunnen stoten en te slaan. In mijn gedachten, Fred, moet het nu elk moment gebeuren. Maar dat roepen we al een tijd. Ja. Het gebeurt niet. Nee. Dit zouden nog wel eens 13 rondes kunnen worden. Niet dat het mogelijk is, maar het is ongelooflijk, hè? De pit zit erin. Het is onvoorstelbaar. Als je ook om je heen kijkt, je ziet de gezichten van de mensen. Dat is een soort mengeling van ongeloof en bewondering, hè? Zowel voor de geweldige prestatie van André Brilleman, als ook voor de incasseringsvermogen en de prestatie van Howard Jackson om te blijven staan tegen deze fighting machine, deze mean machine, zoals die genoemd wordt. Ja, ik geloof ook duidelijk dat het respect aan twee kanten snijdt. Het is, ja, onvoorstelbaar. Een klein foutje van Brilleman die eronderdoor gaat, maar ja, dat komt doordat Jackson een vage poging deed om deze trap te blokkeren. En dan zit het been eronderdoor en dan raak je die binnenkant. Dat is uiteraard een klein schoonheidsfoutje. Dat gebeurt niet expres. Het nou is ongelooflijk, Fred. We hebben er 11 rondes op zitten en nog steeds geen beslissing in de partij Brilleman-Jackson, alhoewel ik het vage vermoeden heb dat op punten Brilleman aardig voorstaat. Ja, ik heb zo'n idee dat André Brilleman ongeveer zeker op zijn minst al 10 ronden op zijn naam heeft gebracht. Van de 12 die er, van de 11 die er geweest zijn. En we gaan nu voor het eerste Nederland. En laatste de 12e ronde in. Dit is fantastisch. Dit is een gedenkwaardig moment. Kijkt u met ons mee, let u vooral goed op. Want hier gaat het gebeuren. Het is erop of eronder. Voor Howard Jackson is nog maar 1 mogelijkheid om zijn titel te behouden. André Brilleman knock-out te slaan. Het enige wat Brilleman hoeft te doen is goed uit te kijken, blijven combineren en vechten zoals hij dat gedaan heeft. Zal het hem lukken? Ik betwijfel het. Ik betwijfel of Howard Jackson... Kijk eens, een hoge trap die het gezicht van Howard Jackson raakt. Ik betwijfel of Howard Jackson nu nog een knockout kan forceren. Daarvoor is Brilleman te geroutineerd, daarvoor is hij te sterk, daarvoor vecht hij te goed op het ogenblik. Maar je weet het nooit. Blijf kijken. Weer zo'n low kick. Kijk eens even hoe dat been wegzwabbert helemaal. Wordt weggetrapt.
De vermoeidheid moet toch nu wel beide vechters Sparta gaan spelen. En toch staan ze nog te knokken daar. Toch staan ze te huppen. Toch geven ze het publiek alles waarvoor ze gekomen zijn. Weer een low kick. Hij probeert zelfs nog een achterwaartse trap, deze Howard Jackson. Met benen die helemaal verlamd zijn getrapt, staat hij nog eens een keer eventjes een achterwaartse schop, een van de meest moeilijke en spectaculaire trappen uit het kickboksen te maken. Maar André Billeman blijft cool en blijft kijken. Aangemoedigd door de mensen uit zijn hoek. Trainer Jan Plas, die dan overigens nog een keer vanavond is uitgeroepen tot Coach of the Year. Door het Amerikaanse Star System, wat hem daartoe heeft uitgeroepen, omdat hij zoveel vechters heeft bij de top 10. Die roept hem alle juiste en goede raadgevingen toe. Blijf kijken, André. Nog eventjes, het is bijna af. Weer een low kick. Kijk, dat been is dubbelvouwen van Jackson. Zal André er nog een einde aan kunnen maken, die laatste seconde van deze fantastische enerverende wedstrijd? Ik wil maar zeggen, Fred, die seconden die tikken nu langzaam weg. Ik geloof nauwelijks dat het nog een haalbare kaart is voor Jackson. Of hij zal zo'n gigantische poeier achteruit zijn ellebogen moeten halen. Nou, ik kan beter zeggen uit zijn enkels, denk ik, want het komt er niet meer uit. Ja, die enkels zitten ook dicht. Dat wil ook niet meer. Ja, het is gebeurd. Het is gebeurd. André Billeman, wereldkampioen in het weltergewicht. Onvoorstelbaar. Wat een klasse. Maar ook zijn tegenstander Howard Jackson. Dat deze man is blijven staan. Hij is dan wel ontroond vandaag, maar hij heeft laten zien uit welk hout hij gesneden is. Het is fantastisch. De nieuwe welterweight kampioen is geboren. André Billeman. In een afgeladen Jaap Edehal nemen wij namens de Vriespromotie afscheid van u. Wij hebben genoten, maar we hopen u ook. Graag tot een volgende keer.